met een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een week in mijn leven van de maand oktober. Ja, ik wil hem eigenlijk al een week geleden online zetten, maar ik had het gewoon te druk met school om te editen door alle schoolexamens. Zoals jullie weten doe ik week in mijn leven elke maand, dus dan laat ik zien hoe een week in mijn leven in die maand eruit ziet. En dat is dan eigenlijk een soort van combinatie van een weekvlog, maar ook routine, alles een beetje door elkaar. Dit is de week dat ik herfstvakantie had en nog een deel daarna. Ik had die week ook schoolexamens, dus dan zien jullie ook een heel klein beetje hoe dat verloopt en zo. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. En laten we snel gaan beginnen met deze video. Ik sta met een K en een 50, want ik was even foto's aan het maken voor Insta, omdat ik 50k natuurlijk heb gehaald. Dat hebben jullie misschien wel in de vorige vlog gezien. Ik voel me alweer een heel stuk vrolijker na wat je misschien ook in de vorige vlog hebt gezien, dat ik echt mijn eerste examen helemaal verknald heb. Maar ja, leuk dat je kijkt naar deze video. Wij gaan nu avondeten en ik zet even mijn muziek uit. Op donderdag ga ik normaal dansen, maar ik ga vandaag niet dansen, want ik ga mee naar puppycursus. Nou ja, mijn hond is eigenlijk al geen puppy meer volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet. Floor, ben je nog een puppy? Nou, die kan natuurlijk niet praten. Heb je zin in puppycursus? Ik denk het wel. Ik denk het ook, want er zat heel veel energie net. Cutie. 1, 2, 2, step 3, step 4. She's everywhere out on the dance floor. Goedemorgen jongens, het is vandaag wat is het? Zaterdag, ja. Ik ga samen met mijn moeder hardlopen en daarna ga ik editen en ja, leren voor school. Vanavond heb ik een verjaardag. Nou ja, in ieder geval dat is dus mijn dag. Oké, mijn plannen voor vandaag. Momenteel ga ik eerst mijn kamer opruimen en dan ga ik editen. Het is alweer 6 uur, video is nog niet af. Ik heb daarentegen wel een nieuwe YouTube profielfoto. Ik ga naar beneden, want hey, ja, laten we gaan omvallen. Leuk dit. We gaan dus lekker eten en gaan de spinazietaart eten, wat ik echt bizar vind. Eva, ja? Toen ging ik FaceTime, stond hij heel slecht op de binding. En kijk hoe hij stil is. Het is momenteel 9 uur, 's avonds natuurlijk. Logisch. Dit is al de tweede keer dat ik vandaag thee heb geknoeid over mijn bureau. Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik ga naar een verjaardag. Maar één ding is jammer, want ik ben nog niet klaar met editen. Dus dan moet ik daarna verder gaan. En we gaan gewoon die hard door totdat die video online staat. Maar ik ga nu naar verjaardag. En dan zie ik jullie daarna weer. Nu ik dit aan het editen ben, bedenk ik me dat ik helemaal niet meer naar de verjaardag ben gegaan. Ik moest nog zoveel editen en ik had natuurlijk ook schoolexamens die week. Dus uiteindelijk was ik niet meer gegaan. Dus ja, ik dacht laat ik dat even vermelden. En dan gaan we nu kijken naar de volgende dag. Doei, we zijn klaar met editen. Yes. Ik vind editen heel leuk. Maar soms duurt het zo lang en dan ben ik echt blij dat ik klaar ben, zoals nu. Dus ja, hij is helemaal af. Hey, daar zit ik weer en het is nu zo laat. Ik ben vandaag een dagje alleen thuis. Volgens mij had ik trouwens in deze vlog nog helemaal niet verteld dat mijn vader en mijn zusje in New York zitten. Maar ja, we zitten dus in New York. Ik was even aan het plannen wat ik nou precies voor welk... Ik was even aan het plannen wat ik nou voor welk vak moet doen. Ja, ik heb ook na 100 jaar weer eens een keertje mijn agenda gebruikt. Want dat doe ik eigenlijk nooit. En dat is ook wel weer fijn. Dus ja, het is best wel veel allemaal. Maar ja, je moet gewoon positief blijven. Ik heb trouwens nieuwe afspeellijstplaatjes gemaakt hierboven. Ik heb het zelf soort van ontworpen. En ik krijg bizar veel vragen naar hoe je nou die plaatjes kan veranderen. Ik zal het je even gaan uitleggen kort. Het kan alleen als je Spotify op je laptop hebt. Maar wat je doet, je klikt er eigenlijk gewoon op. En dan klik je op dat potloodje. En dan op deze drie puntjes. En dan wijzigen. Dan kan je gewoon hier afhalen. Let op, niet elk bestand kan. Want het kan alleen als het een .jpg is, zeg maar. Bijvoorbeeld deze kan niet omdat het een png is. Daar had ik heel veel struggles mee. Maar ja, zo moet dat dus. Dus dat is hoe ik dat doe. Ik krijg er bizar veel vraag naar, dus bij deze. Ik ben bijna klaar met een heel hoofdstuk. Het is nu zo laat. En ik ga even Floor uitlaten. Let's go. Wat is dit? Ze zit zo erg onder de modder, hè? Dat is echt bizar. We zijn inmiddels terug. Ik ga even een lekker stokbrood in de oven doen. En ik heb hier dit, dus dat ga ik even maken. Het is echt gewoon 8 minuutjes werk, zo te zien. Je hoeft alleen maar water toe te voegen, dus dat is makkelijk.
Want ja, ik ben natuurlijk alleen, dus dat moet ik even gaan doen. En Floor die heeft keihard gerend door de modder, dus ik denk dat het hele huis een beetje vies is. Sorry mama. Deze pasta is oprecht lekker voor een pasta waar je alleen maar water aan toe hoeft te voegen. Goeie pasta. Later. Ik heb vanochtend hard gelopen. Toen ging ik me even aankleden en klaarmaken. Want ik ga 3:30 weg. Ik ga namelijk met mijn moeder naar de Kamer van Koophandel. Mijn kanaal wordt daar ingeschreven en dan wordt het eigenlijk een echt bedrijf. Dus ja, dat is wel echt super leuk. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. Dus dat is wel leuk. Mijn moeder en ik gaan daarna ook even uit eten om het te vieren. En nu ga ik nog even leren. Want ja, dat moet ook gebeuren helaas. Het is tijd om weg te gaan. Het is nu zo laat en we gaan weg. Dus ik heb er zin in. Nou, we zitten in de auto. We zitten in de auto en we gaan nu dus naar de Kamer van Koophandel. En we gaan daarna lekker eten. Dus ik zit hier met mijn moeder en we hebben er zin in. Daar is de KVK, daar gaan we heen. En daar zit mijn toekomstige school waarschijnlijk. Maar dat weten we nog niet zeker. Dat komt wel ooit in een andere video. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de KVK. En het is herfst. Ja. Nou jongens, het is gelukt. Ja, ik ben dus ingeschreven. En nu gaan we lekker wat eten samen met mijn moeder. Heerlijk. Daar ben ik weer. En het is nu... Even kijken. 9:45. Ja, en ik ga lekker slapen, want ik ben moe. En morgen gaan we naar de Efteling, waar ik heel veel zin in heb. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Yay! Goedemorgen jongens, het is vandaag... wat is het voor dag? Dinsdag. En we gaan naar de Efteling! Yay! We gaan vandaag naar de Efteling en we gaan zo eerst naar de trein en dan gaan we vanaf de trein met een bus naar de Efteling, dus... Ja, en we gaan in de Baron. En we gaan naar de Efteling en de Baron. Ja hoor, we zijn er. En mijn moeder is ook gezellig bij. Ja. Dus ja, leuk. Doe een dansje. Ja, stop maar weer. We zijn er. We hebben even wat te drinken. Ja. Dit is de Baron, jongens. Daar gaan wij dadelijk in. Al dat geel. Jeet. Oh, jongens. We gaan in de Piranha. Daar zitten we in. Oh, oh, oh. Oh, oh, mijn camera gaat eraan. Wat een boel je hebt hier. Yay. Daar kunnen we een draak. Dan gaan we hiernaar. Ja. Jongens, we gaan weer terug. We zijn ook nog net hier geweest in de Baron. Oh, maar er komt een karretje. Nou, dat is toevallig, jongens. Dan sta je daar zo stil, zie je. Vloep, ga je onder de grond. Nou, dat was dus heel leuk. Ja, we hebben net wat lekker pannenkoek gegeten. En nu gaan we weer terug naar huis toe. Goedemorgen jongens, het is vandaag de volgende dag, deze dag. Ja, wat ik nu ga doen is even opnieuw een planning maken, want ik loop gewoon echt soort van achter. Het gaat helemaal fout. Ja, het is natuurlijk al woensdag. Ik heb nog vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag om te leren voor de examens. Ja, yeah, superleuk. Ik zag ook ineens salade liggen in de koelkast, dus ik dacht, hey, let's eat that. Jongens, ik keek naar buiten en ik zag al deze vogels op een rijtje en ik vond het gewoon echt grappig. Kijk, dan zitten allemaal hetzelfde. Vind ik echt leuk. Oké, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag alleen niet gefilmd voor deze video, maar voor de video van volgende week. Ik ben namelijk naar Antwerpen geweest en daar heb ik een pashokken shoplog en een soort van vlog opgenomen. Dus dat komt volgende week op mijn kanaal.
Maar hey, we gaan even doorspoelen naar zaterdag 26 oktober. Vrijdag heb ik alleen maar geleerd, dus we gaan gelijk door naar zaterdag. Top! Hi, het is vandaag zondag. En nee, het is helemaal niet zondag. Het is vandaag zaterdag. Ja, vanochtend was ik om 5:30 opgestaan, want ik ging leren. Ik sta hier in mijn prachtige outfit. Yes! Nou, ik hoef mijn huiswerk niet meer zelf te maken, zoals je ziet. Oké, nee, laat maar. Ja, het gaat eigenlijk best wel goed met leren. Ik ben gewoon heel de tijd non-stop bezig. Het is 5:50 en ik ben een beetje dood, maar dat maakt niet uit. Want we gaan gewoon even een voldoende knallen voor deze toets. En als ik dit klaar heb, dan ga ik alleen maar oefenexamens doen. Morgen ook nog de hele dag oefenexamens doen. Besef dat die toets van wiskunde 3 uur duurt, jongens. We gaan nog even strijden deze dagen en dan... Als ik klaar ben, ga ik weer lekker editen en lekker video's online zetten. En ja, dat was mijn verhaaltje weer. Hoi jongens, hi. Het is alweer zaterdag. We hebben een tijdsprong gemaakt en het is zaterdag. Ik heb gisteren het laatste essay afgerond. En oh mijn god, wat was ik blij dat ik er vanaf was. Het was echt, deze week was niet heel leuk. Nee, zeker niet. Maar goed, ik ben echt super blij dat ik er eindelijk vanaf ben. Nou ja, de eerste SE-week van de 4 of zo. Ik ga eventjes mijn haar en alles doen. En dan ga ik jullie zo uitleggen hoe het allemaal gegaan is. Even een kleine storytime. Ja, dat wilde ik even mededelen. Nou, oké, jongens. Ik ben zo blij dat het zaterdag is. Dat gevoel kan ik niet beschrijven, jongens. Ik zal even heel kort vertellen hoe de SE-week verliep. Ik had natuurlijk als eerste wiskunde. En ja, ik weet gewoon niet hoe die ging. Ik bedoel, het was een toets van 3 uur. Ik heb alleen maar zitten schrijven. De eerste 3 grote opdrachten gingen zeg maar wel goed. Maar vanaf toen, ja, het was gewoon niet helemaal mijn ding. Het is en blijft wiskunde. Dus ja, even afwachten maar. Op die dag had ik ook nog, wat had ik? Op die dag had ik ook nog Duits. Duits is in principe gewoon Nederlands, maar dan, ja, Duits. Dus ja, dat ging op zich best wel goed. Dinsdag had ik lekker vrij, dus dat was wel fijn, want dan kon ik me weer focussen op de vakken die ik nog kreeg. Woensdag, maatschappijwetenschappen. Ja, daar ben ik het ook echt niet bij. Ik had echt oprecht heel goed geleerd. Ik wist alles, maar ook daar, ik weet het niet zo goed. Donderdag Engels, die ging echt best wel slecht. Die ging bij heel de klas echt slecht. En ja, toen had ik vrijdag, dus gisteren had ik tekenen, dus kunstgeschiedenis. Ik zag ook gewoon iedereen dat 20 minuten al het lokaal uitlopen. En je had gewoon meer dan 1,5 uur de tijd om die toets te maken. En toen ik iedereen zo het lokaal uit zag lopen, was ik letterlijk bij vraag 5 van de 20 of zo. En ik dacht echt zo van, hoe dan? Ik heb gewoon echt geen idee. Ik kan er niet zo goed over oordelen wat het nou gaat worden. Misschien wordt het nog wel goed cijfer, misschien niet. Ik heb geen idee. Ik hoop op het beste. Ja, dat was hoe deze week ging. Ik ben heel blij dat ik er vanaf ben. Het eerste SE-week. Nu komen er weer leukere dingen. Ik ben jarig aankomende week. 7 november ben ik jarig. Ja, wat nog meer? Ja, dat. Ja, jongens, dat is wat ik wilde mededelen over deze geweldige week. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, doe vooral dat duimpje omhoog. En als je dan toch bezig bent, abonneer je meteen even op mijn kanaal. Als je daar zin in hebt, weet je wel. En ja, dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!